de nieuwjaarsreceptie en proberen de vergaderingen van die vereniging in goede banen te leiden. Nou, ik ben nu aan de eerste taak toegekomen. Ik mag u toespreken. Ik vind het hartstikke leuk dat jullie met zoveel mensen hier zijn gekomen. Niet alleen eigenaren, niet alleen bewoners, maar ook de buren. Voortvarend materieel, zullen we maar zeggen. Hartelijk welkom hier zo bij onze nieuwjaarsreceptie. Ik denk dat het erg goed is om hier met elkaar samen te zijn, om te laten zien dat we niet alleen maar een papieren organisatie zijn, een papieren vereniging, maar dat we ook graag dingen samen willen doen. We willen graag met elkaar een leefgemeenschap vormen. Een gemeenschap die ook dingen samen voor elkaar krijgt. En wat daarvoor nodig is, is communicatie. Het nieuwe bestuur wat onlangs is gevormd, heeft als speerpunt de communicatie tussen de bewoners, de eigenaren, de buren en de omgeving te verbeteren. Een van de speerpunten daar weer in is de geheel nieuwe website die is gemaakt. Die content moet hebben. Ik nodig u allemaal uit om alles wat u op uw lever heeft en wat u denkt van dat is interessant voor mijn buren, voor mijn mede-piergenoten, om dat aan te leveren aan de webredactie die in oprichting is. Ik nodig u ook allemaal uit, eventjes een heel technisch puntje, om aan Jurg die hier rondloopt uw mailadres door te geven, zodat u in ieder geval op de hoogte kunt houden van activiteiten en dergelijke van onze vereniging. Dat zijn deze technische dingen. Nogmaals, we willen het komend jaar in het teken stellen van de communicatie onderling veel dingen voor elkaar brengen. Ik denk dat het goed is om dat met elkaar te doen. Ik denk dat het goed is om daarmee hier de kick-off te hebben. Ik denk dat het goed is om hier in het gesprek vaker bij elkaar te komen. Ik heb ook afgesproken dat ik even wat reclame zou maken voor het gesprek. Onze omgeving. Rest mij om u het glas te heffen voor het nieuwjaar. En u al een goed en gezegend en gezond nieuwjaar te wensen. Peter. Mag ik nog heel even aanvullen? Sorry, Peter. Nee, ik wou zeggen, maar dat had ik op de dingen moeten doen. Ze kunnen ook op de website hun e-mailadres achterlaten. Dat maakt niet uit. Okay.